De directie van TeliSuur heeft wederom met de regering gesproken over het wijzigen van haar tarieven. Directeur Mike Antonius blikt tevreden terug op de vervolgmeeting van gisteren onder leiding van president Santokki. Nu is belangrijk na te gaan hoe deze tariefsaanpassing op een verantwoorde manier kan plaatsvinden, zegt Antonius. De regering die probeert op een verantwoorde manier een aantal zaken aan te passen. Niet altijd even fijn, ook voor ons als bedrijf, maar we moeten naar het totaalplaatje kijken, omdat we met de regering met de herstelplan bezig zitten. En dus vandaar alle begrip vanuit onze kant. We zijn de afgelopen sessies hebben wij een aantal zaken met elkaar doorgenomen. Zeker daar het ook zo is vanwege het feit dat er een inflatie is geweest. De koers die is weer aangepast een enige maanden geleden. En wij hebben onze tarieven nog steeds niet aangepast. En wij zijn aan het kijken van hey, wat kunnen we doen binnen een verantwoord kader. En binnenkort is er een hopelijk laatste meeting waardoor we nadien over kunnen gaan tot het aanpassen van onze tarieven. De directie heeft de regering ook meegedeeld dat zij bezig zijn met het glasvezelproject. Momenteel zit het project in de last mile optimalisering. Antonius legt uit wat er precies gebeurt bij dit proces. Kijk, waar het om gaat is, wij hebben het TeliSuur Nationaal Breedband project in december 2019 opgeleverd. Maar als telecom operator sta je niet stil. We kijken nog steeds naar zaken die een verder verbetering behoeven. En wat we geconstateerd hebben, is dat met name dat deel van fiber die we hebben getrokken naar de vele grijze kasten die men nu langs de wegen ziet, dat we van die kasten naar de huishoudens nog een deel moeten optimaliseren. Het kan zijn of dat deel koper van de kast naar de huizen of de binnenshuisinstallatie. En willen we op de duur veel hogere snelheden leveren, dan moeten de modems vervangen worden. Maar de modems vervangen, daar zit er ook een kost aan verbonden. En dat willen wij ook op een verantwoorde manier doen. En niet zeg maar mensen à la dol in de kosten jagen. Dus dat is last mile optimaliseren en daar houden wij ons mee bezig. Het telecombedrijf wilt in het resterende deel van het jaar een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, meent directeur Antonius. Is dat we een campagne gaan starten om in ieder geval de binnenlandbewoners met name in hun taal te informeren het belang waarom zij zich moeten laten vaccineren. Het is belangrijk dat we dat correct doen, dat we die positieve bijdrage leveren, zodat we inderdaad met z'n allen massaal op korte termijn weer ons normaal leven kunnen oppakken. Want eerlijk, mino guentas andis moro. De TeliSuur-directie zal ook verder werken met de inzichten vanuit het staatshoofd, die verder verwacht dat TeliSuur een verantwoorde positie inneemt.